Een fingerboard-video. Of ik die weer wil maken. Nee man. Ik doe eigenlijk helemaal niet meer fingerboarden. Nee, ik doe het eigenlijk nooit meer. Hoezo? Ja, ik weet ook niet. Nou, ik weet niet. Dat lukt me gewoon niet meer. Dus ja, ik weet niet. Ik dacht... Oh! Yo! What up? Yo, gast van Amazon.nl. Mijn naam is Baart. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag sta ik hier in de Galaxy... Met lampen en sta ik in de andere kamer, want ik ben weer een video aan het opnemen over fingerboarden. Ik ga eventjes deze dingen opplakken, want ik merk dat dit nogal galmt hier. En dat is best wel kut. Vandaag is het weer zover. We hebben een nieuwe fingerboard video. En zoals je net al kon zien, gaat het over dit boordje. Want ik heb een hele tijd terug heb ik een video gemaakt waarin ik deze ook unbox. En zou ik er nog een video van maken. Oh, ik heb ineens een pakketje binnengekregen. Kleine disclaimer. Dit pakketje is zo een keertje opengemaakt. Zo als ik hem hier open ga maken, zo zit hij niet in elkaar. Want ik was zo hyped dat ik niet kon wachten om hem uit te pakken. Dus hier nog eventjes een soort van kleine redo. Ben benieuwd wat erin zit. Oh, wat is dit? Een pakketje. Van Kaljedex, wauw. Ik had fingerboarden op een lager pitje gezet. Dit kwam omdat ik gewoon heel veel andere dingen te doen had en ook aan het doen was. Ik heb deze ook verplaatst vanuit mijn kamer naar deze kamer, de hobbykamer. Ik moet hier ook echt een keertje wat leuks op de achtergrond doen, want nou, dit is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Dit ziet er niet uit. Maar in ieder geval, ik heb het daardoor wat minder gedaan, omdat het gewoon toch wat verder weg was van wat ik deed. En ik ja, ben ook alweer een beetje... verslaafd geworden aan gamen en zo. Dus vandaar dat ik het wat minder heb gedaan. Maar goed, de allerbeste setup die ik momenteel heb. Ja, ik heb er nogal wat. Ik ga er ook even die andere erbij pakken trouwens. Hier heb ik ze. De Yellowwood natuurlijk met mijn eerste Joy-Con set. En Black Rivers met T-tuning. Mijn Flatface G15 met de Black River remstruks en Flatface dual durometers. En dan nu deze, de Kaljedex met Dynamics en Joy-Con XL's. Waarom is dit mijn chillste boordje? Ik ga het nu even uitleggen. Het heeft verschillende redenen, waaronder ook de trucks en de wielen. Daar kom ik straks op terug. Het gaat nu even alleen om het boordje zelf. Kaljedex is sowieso een heel erg gaaf merk. En zoals je kon zien in de unboxing, ik was er heel erg blij mee. Het komt uit Amerika. De shape van de kicks zijn in plaats van wat ronder, zijn ze wat ovaler. Je kan het ook zien als ik ze zo naast elkaar leg. Zie je dat het wat platter is dan eigenlijk het hele erg ronde van de andere boordjes. En daarom vind ik dit dus een enorm fijn boordje. Want hierdoor kan je makkelijk je vingers positioneren om de trucjes goed te doen. Daarnaast komt Kaljedex met rip tape. Wat serieus de meest grippy riptape is die ik heb. En ik wil nog meer kopen. Maar het is uitverkocht. En ik vind het heel erg vervelend. Want ik wil gewoon een nieuwe riptape. En dit wil ik op al mijn boordjes. Want door deze riptape ben ik gewoon echt 3 keer zo goed met het boordje. In vergelijking tot de andere boordjes. De Yellowwood tape is op zich ook goed. Helemaal als je het even in hebt geboord. Maar ik heb hier zo op mijn Yellowwood setup. Heb ik het ook al wel een tijdje op zitten. Maar omdat het zeg maar echt zo erg is in het begin. Ik had gelijk al met deze enorm veel grip. En met de Yellowwood heb ik nou, toch zo weinig grip. Dat ik eigenlijk ook niet echt de ambitie heb om nog heel veel verder te oefenen ermee. Naast dat de shape dus heel erg nice is. Is de concave niet heel erg diep. En dat het maakt ook echt een verschil. Want je kan natuurlijk wel kiezen voor een diepe concave, maar ik koos ervoor om dat niet te doen. En ik moet ook eerlijk zeggen, dit vind ik ook echt super chill aan deze. Daarnaast is de kleurstelling en de graphic is gewoon heel erg gaaf van dit boordje. De graphic is geïnspireerd op Filipijnse cultuur, wat super leuk is. Een super leuk achtergrondverhaal op het boordje wat je zelf hebt. De gele kleur die super erg naar voren springt, dat maakt het natuurlijk ook wel echt enorm gaaf. En ja, nee, ik kan over het algemeen zeggen, het boordje zelf is echt enorm chill. Daarnaast heb ik natuurlijk Dynamics en Joy-Cons op deze. En dat zijn toch wel de top of the line. Natuurlijk heb je de Black River remstruks. Ik heb ze eigenlijk nog niet echt eronder geprobeerd. Maar omdat je met de Dynamics net wat losser kan, vind ik dat toch een chillere truck. Helemaal nu er zwart-witte T-tuning op zit, maakt dat gewoon echt voor de beste combo die er is. Het enige wat ik nog heel graag zou willen proberen is naast de XL's gewoon normale Joy-Cons, de Classic. Ik rijd nu vooral met de XL's, ook om het gewicht wat zwaarder te maken. Zodat je wat meer precies bent met het boordje. Maar ik denk ook dat de Classics heel goed gaan werken onder deze. Omdat de kicks best wel hoog zijn en waardoor je hem echt wel heel erg hoog moet scoopen.
Dat is misschien één ding wat nadelig is, maar goed, ik ben er inmiddels zo aan gewend en zo verliefd geraakt op dit bordje dat ik daar heel weinig over te zeggen heb. Maar in ieder geval wil ik heel veel meer van dit Rip Tape en kan ik het zeker aanraden om Kalje Decks te kopen. En sowieso de top of the line producten voor fingerboarden zitten gewoon allemaal op dit bordje. En dan weet ik misschien nog niet de beste, maar het zorgt er wel voor dat ik makkelijk en goed kan oefenen om de tricks te doen. Dat is in ieder geval de reden waarom ik dit als beste bordje vind. Kan ik het aanraden om te kopen? Ja. Als jij een goede fingerboard ervaring wilt en als jij echt gewoon denkt van oké, ik doe het vaak genoeg dat ik het geld erin wil investeren, kan ik het 100% garanderen dat jij heel erg blij wordt met een setup zoals dit. Dit is volgens mij het beste fingerboardje wat je kan kopen. Maar goed, oh shit. Maar goed, dat is dan over dit boordje. Natuurlijk komt er even een sikke pikmontage, want dat hebben we ook al lang niet meer gedaan en hebben we ook al lang niet gezien. Maar, dat is niet het enige. Ik wil namelijk aan jou vragen, wat wil jij nou echt nog voor fingerboard content zien? Jullie hebben heel vaak aan mij gevraagd of ik een fingerboard video wil maken. Ik vind het ook nog steeds hartstikke leuk om te doen hoor. Maar ik weet gewoon op dit moment niet zo goed waar ik een video van moet maken. Dus vandaar dat ik ook ben gaan vloggen, wat ik ook echt super leuk vind. En allemaal dat soort dingen en die content wil ik ook gewoon lekker plaatsen op Almost Normal. Maar ik vind het super leuk om te zien dat jullie nog zo lekker gaan op de fingerboard content. En ik heb nog best wel wat tutorials wat ik eventueel zou kunnen doen. Dus zet gewoon even jouw idee in de reacties. En wie weet dat ik ook dat idee ga uitvoeren. Want ik vind het nog steeds super leuk om deze fingerboard video's voor jullie te maken. Maar dan moeten jullie me een beetje helpen. Dat is heel simpel. En dat kunnen jullie ook. Dat kan jij ook. Want je kan ook fingerboarden. Auw, dat was me echt begonnen. Wow, ik moet bellen opnemen. Hallo, mijn telefoonboordje. Goed. Nou, na een hevig telefoongesprek met mijn telefoonboordje is het nu tijd voor de trickmontage. Heel veel plezier. Ja, ik hoop dat je dat een beetje een toffe trickmontage vond. Ik vond dat het weer best wel goed is gegaan. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Laat ook even weten wat is jouw favoriete setup. En dan zien wij elkaar de volgende video weer. Volgende week zondag. Hele coole video voor jullie gepland. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dankjewel in ieder geval voor het kijken. Ik zeg like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Wow, yo, yo. Wee.